Goedenavond. Hij was advocaat, burgemeester en nieuwslezer. Nu is hij presentator van de populairste talkshow in Amerika. En ook in Nederland is er geen ontkomen aan de Jerry Mania. Een cameraploeg filmde drie hectische dagen achter de schermen bij Jerry Springer. De vrouw links is kwaad omdat de ander haar verloofde heeft ingepikt. Het beschrijven van de show is niet simpel. Het is een kruising tussen een Bruce Lee film en een uit de hand gelopen familiereunie. Feit is dat The Jerry Springer Show een fenomeen is. Als tegenhanger van de keurige Oprah biedt Jerry een uur van ongebreidelde agressie die elke keer weer stevast eindigt in een stevige vechtpartij. It's crazy in Adam than it's ever been. Much wilder. And each year we get a little crazier. En hoe heftiger het eraan toe gaat, hoe meer kijkers de show trekt. Jerry Springer ontroonde eind 1997 de Oprah Winfrey Show als best bekeken talkshow. Zelfs mensen die nooit kijken, hebben een mening over de show. I feel like it's a controversial talk show type of thing. What gets me is that people have the nerve to air their laundry out on TV. I live with my godchild and a lady friend of mine, and they have a tendency to put it on. I have to run out of the room every time it's on. It's atrocious. I like watching all the people fighting all the time and just pounding the hell out of each other. Jerry schildert Amerika in de show af als een cartoon. I think now it's in a sense a cultural cartoon. I mean, it's only meant to be entertaining. You know, this is not an educational show. This is, you know, people should not trade in their library cards to watch our show. Deze nonchalance is typisch Springer. En hij is verrassend bescheiden over het succes van de show. Well, I'm trying to be honest. You know, I think I have abilities in certain areas. Television just doesn't happen to be one of them. Springer heeft 10 jaar openbare functies vervuld in Cincinnati. Hij was eerst advocaat en raadslid. En in 1977 werd hij op zijn 33ste gekozen tot burgemeester. Hij diende 2 ambtstermijnen uit. Na 10 jaar als nieuwslezer bij een tv-zender in Cincinnati te hebben gewerkt, werd hij gepolst voor de functie van talkshow-presentator. If I were doing the hiring, I wouldn't have said, out of all these people, let's hire Jerry to host a talk show. My background's being a lawyer or a mayor or something like that, not what I'm doing now. But I'm really enjoying it, and everyone's been so nice. Springer is zo bescheiden omdat hij nogal stevige kritiek over zich uitgestort kreeg. Mike Schwed van het blad TV Guide heeft een uitgesproken mening. These people are skewering each other on national TV. It's horrendous. Every day you see things and you just say, how in the world can they do this? The show is not made for the critics. The show is made for the people. The people are watching. Richard Dominick is sinds 1994 executive producer van Jerry Springer. Hij wordt gezien als de grote man achter het enorme succes van de show. We're giving you a cross-section of America. And every one of them gets a shot on our show if their story is good enough, outrageous enough to come on and tell it. They're never going to be on Meet the Press. De geschiedenis van de Jerry Springer Show druipt van de ironie. Hij is ooit opgezet met de beste bedoelingen. The show started in 1991. It was a very serious show. We were owned by a company who wanted Jerry to be the second Phil Donahue. Hi, I'm Jerry Springer. It happens. People lose touch with one another over the years. Sometimes it's people who really mean a lot to each other. It was a very serious show. Nobody was watching the show. 3 jaar lang waren de kijkcijfers bedroevend laag. In 1994 dreigde de show van het scherm gehaald te worden. Het keerpunt kwam toen Richard Dominick het roer overnam. Basically, I'm told you take the show over now, April 94. You have until November 95 to get the numbers up. If not, the show's canceled. Dominick liet een frisse wind waaien door de show. De serieuze onderwerpen werden geschrapt. En de show richtte zich nu op een andere doelgroep.
Ricky Lake was going after the high school kids. Everybody else was going after the mom at home. Nobody was putting together a show for the college kids. So we, the day I took over, I think the first show we did was I Want to Be in Nude Centerfold. I'm looking at you, and you turn me on. Volgens regisseur Greg Cazura sloeg de formatverandering meteen in als een bom. Jerry has said it a number of times that, you know, the success of the show is the way he's, Richard Dominic has taken, you know, our show into the next genre, I guess, of talk television. You know, I know there's a lot of people that wince and think, oh my God, don't tell me this is the future of television. Maar het was wel Jerry's toekomst. Niet iedereen was er blij mee. De eigenaren bijvoorbeeld. They were not happy with the fact that we were doing, we had a lot of sex on the show and we stopped being an issue-oriented show and we became a wild, crazy, outrageous show. They weren't happy with it, but you couldn't deny that the overnights were going up. De producers lieten 3 jaar lang de meest bizarre mensen hun kunstje doen. De kijkcijfers stegen. Maar Dominic ondervond veel tegenwerking van de terughoudende eigenaren. Edit that fight out. Edit this out. Edit that out. Oh, that strip was too long. You lingered on that woman too long. So it was always cut, 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 cut. The show can never take off because the show is better in the studio than it was on the air. De show werd pas echt een kraker toen hij werd gekocht door Universal Television. Dominic maakte zijn ideeën van de ideale talkshow meteen duidelijk. They said, what can we do to make the show take off? And my answer was, let's air the show we taped. They said, go ahead. We did. Everything is fine. We've been on for 7 years. I mean, it isn't like the show's an overnight success. It's a lot of fun. I mean, I love it. I make no apologies for it. It's the most fun I've ever had. But I can't sit here and pretend to tell you that this is art. Het is 8 uur op een maandagochtend in Chicago. Er staat een lange rij in de hal van het NBC-gebouw op Columbus Drive. De veiligheidsmaatregelen zouden op een vliegveld niet misstaan. Je identiteitsbewijs wordt gecontroleerd. Je naam wordt opgeschreven en je wordt grondig gefouilleerd. Het studiopubliek is overwegend jong, maar soms zit er een verdwaalde huisvrouw tussen. En volgens publiekscoördinator Lisa Farina weten ze wat ze willen. I can't say I've ever in, you know, the 2 years that I've worked here had anybody get up and leave and say, oh my God, I never knew it was like this, you know. No, never. I mean, they know what to expect. I mean, they want to see a fight. They want to see action. They want to see aggression. I mean, you know. What do you expect's going to happen today? Somebody get beat up. I don't want to see a fight. I want to see a straight fight. They box on Jerry, so it makes it interesting. It makes you want to watch it. What do you like Jerry Springer over the other talk shows? All the other ones don't have fights. What are you guys hoping will happen? We think a fight. No. I don't need to get no makeover. I just want to see somebody get beat up. Even later stopt een limousine aan de achterkant. Jerry is gearriveerd. I get up at 7 in the morning and I do radio interviews. Get ready and I come to work. Come work at about 8:30, quarter to 9. Write my commentary for the first show. Go into makeup. Pas op het laatste moment weet Springer wat het onderwerp van de show gaat worden. Hij bemoeit zich nooit met de details van de show. And I shouldn't be. I have no particular skill in that area. I mean, what do I know what works? I never would have dreamed that this would work. You're a huge factor in how our show looks. Now, the only job you're here to do today is to have a good time. Can you do that? Yeah. Als het publiek eenmaal zit, fungeert stage manager Todd Schultz als gastheer en als gangmaker. Terwijl het publiek klaargestoomd wordt, wacht Jerry tot er klinkt. De host van onze show, Mr. Jerry Springer! I take charge when I'm out here, you know, because then I have to.
And then it is me. No one can send me signals, you know. En dan beginnen de opnames. Thank you very much. Thank you. Welcome to the show. Today we're meeting women who say they love their wild, sexy jobs and don't care what anyone else thinks. Well... Sexy werk. Dat klinkt zo slecht nog niet. Dit is de eerste gasten. Ze heet Sadina. En ze heeft me toch wat te vertellen. Me and my sister are not just in the adult entertainment business, but we're also lovers. Er komen steeds meer gasten het podium op. En Jerry valt van de ene verbazing in de andere. Staff producer John Gleason ligt toe. A breastfeeding stripper whose husband has known that she's been in the porn industry for a long time, but kind of has, I guess, buried his head in the sand as to what she does exactly. Right now, at this time, she's been doing bondage lactating videos. Our other story was a transsexual dominatrix whose number one slave, I guess, a regular slave, didn't know that she was actually a he. As of yet, if you don't know, I was not born a genetic female. Is that going to be a problem for you? Well, what do we... Back up, wait a minute. I'm as fascinated by what's on the stage as anyone watching at home, so maybe that's why it works, is that I'm asking the questions that a viewer would ask. Zoals, hoe kan deze vent nou niet weten dat zij een man is? En de boel loopt dus weer gigantisch uit de hand. De beveiligingsmensen halen de twee uit elkaar. Turbulenter dan dit wordt het vandaag niet. De show eindigt rustig. De gasten worden van het podium gedirigeerd en het publiek verlaat de zaal. De show was een succes. Het publiek staat in de rij voor een handje, een handtekening of een foto met Jerry. Het is nog geen 12 uur en over 1 uur wordt de volgende show alweer opgenomen. Onderwerpen en gasten zijn altijd dringend gevraagd. Maar hoe komen ze daaraan? Op het podium zit een man in een wieg. Hij heeft een trappelzak aan en een beer in zijn hand. I find it hard to believe just how unique the marriage of my first two guests is. You see, they call themselves... Volwassen baby's. Showproducer Chris Rantamaki vond het onderwerp van vandaag tijdens het surfen op het internet. When I got on the internet, I couldn't believe how many people are out there that are into this. And personally, I emailed 900 adult babies. That's not science. This is voodoo. Oh, no, I think you are a narrow-minded poopy head. We emailed all of these people. My associate producer was getting calls from, you know, hundreds of adult babies. De zoektocht naar gasten is soms vreselijk ingewikkeld, maar af en toe ook ontzettend simpel. Senior producer Rochelle Concilio legt uit hoe dat in zijn werk gaat. We receive probably 4,000 to 5,000 calls a week of prospective guests, and we can't even keep up. And it's increasing as the show is becoming more and more popular. Elke dag registreert een overbelast voicemail systeem honderden telefoontjes, zoals dit. My best friend, who doesn't seem much like a best friend very much lately, is I think he actually likes me or something. They think we seek them out, but in fact, they're the ones that call, they're calling the show. And they're saying, you know, I want to be, please let me be on the show. Jodie Yoakum weet daar alles van. Zij screent de berichten en bepaalt of er potentiële gasten tussen zitten.